Ja, tof dat jullie weer kijken. We gaan vandaag weer naar Ajax. Dit keer thuis tegen Go Ahead Eagles. Vond wel lachen. Er was een jongen uit het vak, 413, waar wij altijd zitten. Die zegt, vandaag gaat mijn zoontje met de spelers het veld op. Dus ik kan er niet echt bij zijn in het vak vandaag. Maar zou je willen filmen? Dus ik heb ook nog een soort van missie vandaag. Ik hoop dat het lukt om hem op de video te krijgen. Want het is natuurlijk vrij ver weg van waar wij zitten. Maar misschien gaat het lukken. Vandaag alweer oktober. Speelronde 7, denk ik. Thuis tegen Go Ahead. We gaan het zien. Veel plezier. Roos! Namens ons allemaal krijgt hij een cadeau uit handen van niemand minder dan Freddy Hamstra.
de cadeaus namens de supporters worden uitgereikt door de AFCA Supportersclub en de supportersvereniging Ajax. Jari met Divine Wrench het veld op mag lopen. Ja. Ja, lekker. Lekker Ajax. Wat een kutwal, hè? Ja, echt. Lekker balletje, ja. Mijn vreugde, mijn verdriet, het kan dooien, het kan vriezen.
kunnen winnen of verliezen, maar een betere club dan deze is er niet. Ja, ook misschien wel even gesproken. Verkeerde vak. Ik ken hier helemaal niet meer. Zo, genoeg luchtjes op. Fuck it. Ze moesten naar vak. Ja. Lekker, Robby. Lekker, jongens. Doorvoetballen. Ja, oh. Dat doet hij wel goed. Lekker, Klaas. Een andere keer. Juist. Ja, kaartje. Ook een woord. Je krijgt over je kanus, je fiets wordt gejat. Maar wat zou je doen? Je wou niet dat. Je voet op de stoep, de haat in de straat. Dansen bij Jansen, dat zo is het zuid.
voor nummer 21, met Florian Griech. Hey. En voor hem in plaats van de 4, Edson Alvarez. Hey. Denk je vandaag thuis tegen Go Ahead gewoon eventjes 3 punten te gaan pakken? En dan begint Schreuder met een opstelling waarbij hij Kudus op de bank zet. Hij gunt een basisplaats aan Ocampos, die vervolgens geen enkele actie maakt. De hele wedstrijd niet. Ik weet niet wat die gozer gedaan heeft, maar je verwacht toch van zo'n speler die gehuurd wordt, dat hij gewoon 90 minuten lang gaat vlammen. Om te laten zien dat hij erin moet. Helemaal niks van gezien. Hij komt op 1-0. Brengt in de tweede helft de laatste 30 minuten. Bergwijn nog in. Alvarez nog in. Loopt vervolgens tegen een 1-1 aan. Ik weet het niet. Ik snap het niet. Ik kan er niet bij hebben, Pet. AZ bovenaan volgens mij. Was geen beste partij. Maar volgende keer beter. Hopelijk tegen Napoli. Dan moet er echt uit een ander vaatje getapt worden. Later.